Het gaat wel de goede kant op. Zo sprak minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie op dinsdag 8 februari in de Nationale Assemblée. De minister ging in op vragen betreffende het veiligheidsvraagstuk. Hij informeerde het parlement daarbij over de operatie Veilig Suriname, die volgens de bewindsman vruchten afwerpt. Ten aanzien van de operatie Veilig Suriname. En hier zie ik dat zaken zijn uitgegooid over de weken in januari 2022. En ik zie het aantal aanhoudingen. Ik zie bijvoorbeeld het aantal mini-roadblocks die zijn gehouden. COVID-PV's die zijn aangezegd. Bekeuringen. Ik zie zaken als het aantal lockdown-overtreders. Ik zie bijvoorbeeld boetes in de orde van 30.000 SRD aan COVID-opgelegde boetes. Ik zie dat er bijvoorbeeld ten aanzien van de processen verbaal mensen die zijn bekeurd over de maand januari in verband met operatie Veilig Suriname, dan zit ik in de orde van 1600 zoveel PV's. En er worden natuurlijk ook andere zaken meegenomen. Ik zie bijvoorbeeld mensen die zonder rijbewijs rijden. Al deze zaken zijn meegenomen bij operatie Veilig Suriname. Worden meegenomen bij operatie Veilig Suriname. Maar wat we ook zien is dat er drugs in beslag wordt genomen. Wapens worden in beslag genomen. Andere drugssoorten zoals hashi, ecstasypillen worden allemaal meegenomen, in beslag genomen tijdens operatie Veilig Suriname. Dus het gaat wel de goede kant op, moet ik zeggen. We lopen enigszins terug in de aankopen. Er is een bepaald budget beschikbaar voor de operatie Veilig Suriname. En de aankopen, de inkopen, de benodigde materiaal en materieel voor de politie worden dus ook gedaan.